Ik ben Henk, ik ben therapeut. Therapeut met een schrijverswens. Ik doe aan shocktherapie. Dat is wel confronterend voor de mensen waarmee ik werk. Van jongs af aan heb ik eigenlijk al een mooi boek willen schrijven. Een boek over de mensen en al zijn beweegredenen. Deze week heb ik hier een clubje van verslaafden en een paar andere mensen met gedragsstoornissen. En ik hoop uit hun materiaal te krijgen voor mijn nieuwe boek. Als dat lukt, heb ik voor het eind van het jaar het boek waar ik altijd van gedroomd heb in de handel liggen. Niet zomaar een nieuw boek van dezelfde therapeut die wat kwijt moet, maar het gaat deze keer over de patiënt, mens in de hoofdrol. Als dat lukt, het zou geweldig zijn. Noor, wat is geluk voor jou? Geluk? Lang leven de lol. Ik hou niet van vastigheid of burgertruttige types. Doe mij maar vrijheid. Ik wil vrij zijn, geen vastigheid. En wat vindt de rest daarvan? Zij weten. Ik wil alles. En wel niet meteen. En anders laat me zitten. Ik wil niet bescheiden zijn en tevreden zijn met een klein beetje. Als ik misschien een beetje zoet ben geweest. Ik wil alles nu op dit ogenblik. En alles moet even mooi zijn als toen ik een klein meisje was. En anders niets. Dan kan ik net zo goed dood. Dood? Weet je wel, dood is er! Waarom lach je? Waarom lach je? Waarom lach ze? Vertel me, waarom lach ze? Waarom lach ze? Doe je wat aan! Doe je wat aan! Hou eens op! Kijk, dit bedoel ik nou! Zet maar eens achter een ander bier aan tafel! Lekker zitten, David. Lekker zitten, ga je lekker je boek schrijven! Hij en zij en hij! Ram de bier allemaal! Blijf die zitten hoor! Oh! Wat dan? Ga je best doen daar! Ik ben niet bang voor jou hoor! Denk je dat dan? Wat dan? Je hebt keukendienst. Je gaat lekker afwassen. Pleur lekker op joh! Was het nou echt nodig? Ja. Sorry dat ik er wat van zeg, maar ik vind het gewoon heel vervelend. Wat? Ja. Was het nou echt zo nodig om een sanctie te krijgen? Waar heb je het over? Die straf was de keukendienst. Weet je, eet jij nou maar je toetsje op? Niemand voor op strijdplanken. Ik zou vanavond die pannen gaan schrobben. Echt, iedereen hier aan tafel is blij dat je keukendienst hebt. Kan ik je nou misschien helpen met de keukendienst? Ja, geef aan mij! Ik was aan de beurt!
Dit is dag 1, videodagboek. Bij de Afrika-kliniek. Sowieso ben ik blij dat ik trots dat ik de eerste stap heb genomen om hier naartoe te komen. Oh, wat een dag. Oh, 2 bruine boterhammen, 400 calorieën. Kaas 130 plus, 300 calorieën. Yoghurt, 50 calorieën. Pompoensoep, 56 calorieën. Appelsap, 25 calorieën. Witlofrouw, 12 calorieën. Ik voel me echt ontzettend vies nu. Het eten dat brandt als gif in mijn lijf. Paupervolk. Ik weet het wel. Iedereen heeft altijd het antwoord over me klaar. Vooroordelen. Ik kan het echt wel hoor. David, jij kan alles. Dat is wat mijn moeder altijd tegen me zei. Mama. En nu, ja. Nu is ze er geen eens. Rot 5 liep me gewoon achter. Heb jij nu iets gehad aan deze dagen? Ja, dat moet wel blijken. Ik moet er nog best aan behoorlusten. Ja, anders ik wel. Maar dat mag niet. Nee, helaas. Soms mag je toch wel een beetje stout zijn? Zoals? Zo, tadaa. Fris en fruitig. Fris en fruitig, nou dat is bij mij thuis niet meer bij. Bij mij thuis is het droog en zuur. Kun je het ook niet zeggen? Het is wel zo. Just...